Oma Brit leest voor. Tussen 1978 en 2017. Letterdag. De letter D. Dikkie Dik en Vlekje doen een spel. Ze bedenken woorden met de letter D. Want vandaag is het weer letterdag. En raad eens welke letter er jarig is. Ja, de letter D. Dier, roept Dikkie Dik. Dromen en duif, zegt Vlekje. Er zijn ook kindernamen met de letter D. Daniel en Daan en Doris en Davy. Dikkie Dik kijkt om zich heen. Kan hij nog een naam bedenken met de D? D, D. Natuurlijk, opeens weet hij het. De letter D is van Dikkie Dik. Zwarte poes en witte poes. Wat heb ik lekker geslapen. Wat zou er in mijn etensbakje zitten? Vlees, brokjes of misschien wel vis, denkt Dikkie Dik. Maar een zwarte poes eet uit het bakje van Dikkie Dik. Wat een schrik! Ga weg jij, dat is mijn eten! Om de hoek van de deur komt nog een poes. Een witte poes. Als twee poezen ruzie maken om het eten, kan de derde alles heerlijk oppeuzelen. De krant. Dikkie Dik ziet een krant liggen op de grond. Zou er iets onder de krant liggen? De krant kraakt en knispert. Een krant met vier pootjes en een staart. Maak die krant niet stuk, Dikkie Dik. Misschien wil iemand hem nog lezen. Oh, te laat. Maar wat kun je met al die snippers doen? Misschien kan je er ook wel lekker op gaan liggen slapen. Ja, natuurlijk. Niet kijken. Dikkie Dik, gaan we verstoppertje spelen? Vraagt Poesmuis. Goed, zegt Dikkie Dik. Verstop jij je maar. Ik tel tot 10 en dan ga ik je zoeken. 1, 2, 3... Niet kijken, Dikkie Dik. 4, 5, 6... Dikkie Dik kijkt stiekem toch, maar alleen Beer ziet het. 7, 8, 9, 10... Ik kom, roept Dikkie Dik. Waar zit Poesmuis? Dikkie Dik weet het natuurlijk al. Hihi, zegt hij zachtjes. Kijk, daar onder het vloerkleed. Dikkie Dik sluipt dichterbij en neemt een grote sprong. Ik heb je gevonden. Hoe kan dat nou? Roept Poesmuis. Je hebt vastgekeken.